Beste kijkers van een oorlog reeds verloren en volgers van Natuurpad.com, we hadden aangekondigd dat we op vier locaties zouden zijn om water te testen. Deze vier locaties vindt u op nooit.nl. We zullen zaterdagochtend beginnen in de buurt bij Eindhoven. Zaterdagmiddag zijn we in Den Haag. Zondagochtend zijn we in Friesland. En zondagmiddag zijn we in een uithoek van Drenthe. Dit is ook om uh, de mensen die we niet zo vaak zien en ontmoeten, om die tegemoet te komen. Zodat zij uh, uh, met hun water ook bij ons kunnen komen. We zullen zeker nog een andere keer. Onze opwachting maken in Noord-Holland en Utrecht en Gelderland. Um, Peter van Hoof, die uh, uh, heeft zijn waterlaboratorium bij zich. Uh, neem uw water mee. Dat kan van alles zijn: dat kan drinkwater zijn, dat kan kraanwater zijn, dat kan bronwater zijn, kan ook gefilterd water zijn. Neemt u dan uh, uh, willekeurig water mee of neemt u uw eigen filter mee? Dan kunnen we kijken wat uh, Peter van Hoof zijn bevindingen zijn. De bevindingen van Peter zullen we publiceren op nooit.nl. Waarbij we dus de aangeven welk water welke kwaliteiten beschikt. En we zijn zelf ook heel erg benieuwd. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die zeggen van we hebben een Berkey filter. Of wij gebruiken kangenwater. Of we drinken spa. Of hier in Noord-Holland hebben we het schoonste water. Want dat komt uit de duinen. We vinden alles interessant om te testen. U ziet op het artikel... Op nooit.nl kunt u nalezen wat uh, Peter van Hoof allemaal voor u kan testen. En we hopen u natuurlijk allemaal in grote getallen te zien. De wat latere aankondiging is omdat we uh, weten uit ervaring dat als we het vroeger aankondigen. dan is het veel en veel te druk en dan kunnen we het helemaal niet aan. Dus excuses daarvoor. Dat is uh, 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 wat we gedaan hebben. We hopen u uiteraard te zien met diverse watersoorten. Um, aanwezig zijn um, Vincent, Jeroen en ik om voornamelijk te praten over uh, water. En aanstaande zondag zal er een uitzending zijn waarin ik hoop mijn licht te mogen schijnen op de ontwikkelingen in um, de wereld. Zoals u dat van mij gewend bent. Ik hoop met uh, enige vorm van nuance um, en. Andere inzichten dan degene die u dagelijks al te verstouwen krijgt. Ik uh, uh, moet u wel zeggen dat wat er allemaal gebeurt, uh, het meest Gecentraliseerde hieromheen vind ik toch de dieselprijzen. En als wij dan met water bezig zijn en ik uh, krijg een uh, artikel door uit uh, 1998, waarbij in Japan er al een uitvinding was waarbij er 80 kilometer gereden kon worden op 1 liter water, en dat maakte dan niet uit welk water, dan vraag je je af: is hier wel echt aan de hand wat hier aan de hand is en wat ons verteld wordt? Anyway, um, de kracht van het water. Daar geloof ik in voor de toekomst. We moeten ook hoop uh, houden in deze uh, bizarre tijden. En ik stel voor dat we met z'n allen eens kijken, samen met Peter van Hoofd, wat voor water beschikken we eigenlijk over? Wat zit daar allemaal in? Heel opmerkelijk was ook dat in onze zoektocht naar een laboratorium, om te kijken wat kunnen we nog meer kunnen testen, behalve dat wat Peter van Hoofd kan testen, dat. Bleek dat de meeste waterlaboratoria in handen zijn van de waterzuiveringsbedrijven, die um, uh, uh, het kraanwater aan uh, de mensen leveren, waar wat ons betreft, uh, in ieder geval calciumzouten en chlorides in zitten die daar niet in horen. Uh, uh, misschien kunnen we het een en ander daarvan gaan aantonen, nu en in de toekomst. En dat is waar we ons mee bezighouden. Omdat tussen alle ellende door, alle uh, destructie die plaatsvindt wereldwijd. En alle transformatie uh, naar een digitale samenleving waar, uh, waar wij toch echt onze vraagtekens bij hebben. Dan uh, is het ook belangrijk om te kijken hoe kan het wel. Vergeet niet dat uh, Nikola Tesla dat was ook een voorstander van een, uh, een, een digitale en draadloze samenleving. Elektriciteit was uh, draadloos uh, uh, te transporteren volgens hem. Maar hij stond een wereld voor waarin de mens nog wel een vrije keuze had. En dat is natuurlijk een wezenlijk verschil met alles wat er momenteel gebeurt. Alles wordt met geweld afgedwongen en de vrije wil van de mens wordt danig tegengewerkt. Het is belangrijk om een geluid te blijven geven dat het ook anders kan. Daarom testen wij, komend weekend, met z'n allen, met uw hulp, water. Kijk op nooit.nl voor de locaties en wij hopen u dit weekend te zien. Tot ziens.